Makkelijker gezegd dan gedacht. Leer hoe eenvoudig bidden is en hoe gebed je grootste bron van kracht wordt. Gebed is een van de sterkste krachten op Aarde. In Jacobus 5, vers 16 staat: Een eerlijk, oprecht, voortdurend gebed van een rechtvaardige maakt enorme kracht, dynamische werking beschikbaar. Toch heb ik met talloze mensen gesproken die niet tevreden zijn over hun gebedsleven. Ze zijn op zoek naar een dieper, rijker en meer dynamische relatie met God, maar ze weten niet precies hoe ze dat moeten doen. Jarenlang benaderde ik gebed op een ingewikkelde manier. Wanneer mijn gedrag de wensen overliet, was ik ervan overtuigd dat ik niet kon bidden omdat ik Gods hulp niet verdiende. Of, als ik dan toch bad, was ik er zeker van dat ik niet lang genoeg had gebeden om enig verschil te maken. Ik dacht: telt dit wel? Heeft God me wel echt gehoord? Het goede nieuws is dat God gebed helemaal niet ingewikkeld wilde maken. Hij wil dat het is als ademen, iets wat makkelijk en natuurlijk voelt, iets wat we overal en altijd kunnen doen. Zeker wanneer onze gebeden schijnbaar onbeantwoord blijven, kunnen we worstelen met twijfel en frustratie. Maar gebed is heel eenvoudig. Het is niets meer of minder dan praten met God en luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. Gebed is een persoonlijke zaak. God maakte ons om een intieme en een op ons als persoon afgestemde relatie met Hem te hebben. Daarom zal Hij ons leren hoe we kunnen bidden op een manier die bij ons past. Ja. Er zijn gebedsprincipes die voor iedereen gelden. Maar God zal jou en mij leiden op basis van wie we zijn en in welk seizoen van ons leven we ons bevinden. Zo kan een jonge moeder met kleine kinderen niet dezelfde hoeveelheid tijd besteden aan gebed als iemand wiens kinderen al volwassen zijn. Jaren geleden hoorde ik van een vrouw die elke morgen om vijf uur opstond om vier uur lang te bidden. Ik dacht bij mezelf. Dat moet ik ook doen. Dus zette ik de wekker, stond vroeg op en begon te bidden. Ik bad voor mijn huwelijk, mijn gezin, onze kerk en iedereen die op mijn lijstje stond. Vervolgens keek ik naar de klok en constateerde dat er nog maar vijf minuten waren verstreken. Volgens mij ben ik uiteindelijk weer in slaap gevallen. Ik was zo ontmoedigd. Gelukkig liet God me inzien dat ik vrij ben om mezelf te zijn en dat ik niet hoef te doen wat iemand anders doet. Dat betekent dat ik op sommige dagen twintig minuten bid en op andere dagen een uur. We zijn vrij om ons door God te laten leiden. Onthoud dat God een plan op maat heeft voor jou. Hij houdt ervan om tijd met jou door te brengen. Je hoeft geen bepaalde hoeveelheid tijd te bidden om Zijn liefde of goedkeuring te verdienen. Gebed heeft alles te maken met relatie. Het is eenvoudig om te praten met God, Zijn liefde te ontvangen, Hem te danken voor Zijn goedheid en Hem de gelegenheid te geven om tot je hart te spreken en je de wijsheid en richting te geven die je nodig hebt. Gebed is gebaseerd op relatie. Ik geloof dat een sleutel tot effectief gebed is dat we God benaderen als vriend. Als we God niet als vriend kennen, zullen we aarzelen om Hem om iets te vragen, omdat we het niet het gevoel hebben dat we dat verdienen door ons goede gedrag. Of, als we Hem toch iets vragen, dan ontbreekt de overtuiging dat Hij ons hoort en wil helpen. In Hebreeën 4, vers 16 leren we dat we zonder angst of schroom voor God kunnen komen. Er staat, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Begrijp me niet verkeerd. Het is belangrijk om tot God te naderen met eerbied en respect voor wie Hij is. Hij is heilig. Maar Hij wil niet dat we bang voor Hem zijn of het gevoel hebben dat Hij onbenaderbaar is. Als jij en ik onszelf zien als harts-vrienden van God, zijn we meer geneigd om tijd te nemen om met Hem te praten, om zijn instructies op te volgen en om niet bang te zijn om Hem om hulp te vragen bij alles wat we nodig hebben. Vriendschap is gebaseerd op tijd nemen om samen open en eerlijk het leven te delen. We kunnen er een gewoonte van maken om met God te praten als we ons klaarmaken voor de dag die voor ons ligt. Als we auto rijden, boodschappen doen, de hond uitlaten of tijdens het koken. Gebed houdt ook in dat we luisteren. God verlangt ernaar om tot ons hart te spreken. Hij wil het geweldige plan dat hij voor ons leven heeft en hoeveel hij van ons houdt, met ons delen. Hoe meer tijd en energie we investeren in het ontwikkelen van een intieme vriendschap met God, hoe krachtiger en opwindend onze communicatie of ons gebedsleven zal worden. Ten slotte, ik wil je aanmoedigen om elke dag tijd te nemen om Gods woord te lezen en met Hem te praten in gebed, al is het maar voor een paar minuten. Praat gedurende de dag met hem alsof hij je beste vriend is. Vraag hem om hulp bij de kleine en de grote dingen. Terwijl je dat doet, zul je een intieme, vervullende relatie met hem ontwikkelen. Hij zal je leiden in het grootste avontuur van je leven. Dave en Joyce. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen! Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.